Ik kan weer iets doen waar ik trots op ben. En voor hen die mijn gedachten zijn en voor degenen die daar gestorven zijn. Opluchting bij Bas Jongeneel. Hij zet zich als vrijwilliger in voor de vereniging Ere Peloton Waalsdorp. Maar vanwege zijn te forse postuur is er geen plek meer voor hem bij de erewacht rond het monument en de klok. Gisteren besluit het bestuur van de vereniging die maatregel terug te draaien. Het is voor mij enkel een stukje trots en erkenning van mensen die daar van alles meegemaakt hebben en ook in de oorlog overal. Trots hoofdzakelijk. Ja, dat is ook hoofdzakelijk door de verhalen die ik als kind zijnde gehoord heb van mijn opa, van mijn vader. Dan ben je daar een keer gewoon zo en dan zie je dat, ja, dat heb indruk gewekt op me. En ik heb het altijd via mijn Waalsoppervlakte bekeken en het heb me altijd geïnteresseerd. Dat besluit om mensen met een fors postuur nu weer welkom te heten komt na weken in de vol kritiek. Op sociale media gaat het los. Ook de Haagse burgemeester Pauline Krikke toont zich in een verklaring kritisch. Voor betrokken vrijwilligers en verenigingen die zich met hart en ziel inzetten om die herdenking waardig te laten verlopen, heb ik groot respect. In zijn algemeenheid geldt voor mij dat de goede intenties van mensen centraal moeten staan, niet hoe mensen eruit zien. De voorzitter van het bestuur laat vanmorgen in het radioprogramma Muis in de Morgen weten onhandig te hebben gehandeld. We hebben dat gewoon verkeerd behandeld, verkeerd geïnterpreteerd. Ik had moeten zeggen, luister lieve mensen, wij als erepeloton zijn een afspiegeling van het Nederlandse volk. En ook daar zijn dunne, dikke, grote, kleine, korte, verzin het maar mensen. Ja. En iedereen is bij ons welkom. Of je nou een neusring draagt, een zonnetje op je wang tatoeëert of je hoort bij ons. En iedereen is daardoor welkom. En dus is Jongeneel er dit jaar gewoon weer bij, voor de zesde keer. En ik hoop het nog vele jaren langer te doen.